Het verhaal van de vliegtuigbom die in juli van dit jaar in de buurt van Moerkapelle werd gevonden is op 3 september officieel afgesloten. De gemeenteraad van Zuidplas moest een officieel besluit nemen door de noodverordening goed te keuren. De noodverordening waardoor het gebied rondom de bom verlaten moest zijn is een zwaar middel en moet volgens de wet achteraf door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De gemeenteraad wist echter niet wat er zou gebeuren wanneer de raad het besluit niet goed zou keuren. En dat blijft ook onbekend, want de raad had geen enkele moeite om akkoord te gaan met de verordening. Dat werd echter niet gedaan voordat er uitgebreide complimenten over de manieren van communiceren waren uitgedeeld. Zaterdagmorgen, 13 juli, 7:15. Omroep Zuidplas is hier in Moerkapelle. Een flink deel van deze communicatie verliep via Omroep Zuidplas, die week met een kleine 10 medewerkers actief was. De eerste beelden van de vondst van de bom kwamen via Omroep Zuidplas in het NOS-journaal terecht, waarna het hele circus uitgebreid op gang kwam. Gemeente Belangen Zuidplas zat er tijdens de raadsvergadering echter iets anders in dan de rest. Ja, voorzitter, wij zijn tegen. Laat eerst die bom maar eens zien. Of ze binnenkort met Stoffer en Blik naar het strand in Wassenaar gaan, werd echter niet helemaal duidelijk. Ook de SP had complimenten over de communicatie en had maar een kleinigheid over wat fout is gegaan bij de ontruiming en de ontmanteling van de bom. De gemeente heeft heel duidelijk ook iedereen, zie allerlei media op de hoogte gesteld. Gaf ook de media zelf de ruimte om er verslag van te doen. En ik geloof dat behalve een schoen die weg was, alles goed ging. Een paar schoenen. Inderdaad, u hoort het goed, een paar schoenen. We kunnen ons Omroep Zuidplas, en dat hebben we nog niet eerder gedaan, in beeld brengen wat daarmee bedoeld wordt. Duidelijk wordt dan ook dat er eigenlijk 2 dingen fout zijn gegaan die dag. Omroep Zuidplas verslaggeefster Frances Vermeeren is op het strand haar schoenen kwijtgeraakt. Ze bleven achter in het zand op het moment dat de pers alsnog naar achteren moest bij de ontploffing van de vliegtuigbom op het strand. De politie was na afloop zo aardig Frances even bij haar schoenen terug te brengen. En wat er toen gebeurde, behoeft geen commentaar. Ha ha ha.